De Haagse Hoed Familiedag is op afgelopen zondag 1 oktober een heel groot succes geweest. En ieder dank die daar meegewerkt heeft. Frederik Hendriklaan die heeft afgelopen zondag op 1 oktober de Haagse Hoed Familiedag georganiseerd. Ten bate van kankeronderzoek voor Daniel den Hoed. Zoals al de videobeelden bekend zijn, is de Haagse Hoed Familiedag een groot evenement geworden voor de Frederik Hendriklaan. Waar heel veel mensen belangeloos aan meegewerkt hebben. Fantastisch initiatief waar we ontzettend dankbaar voor zijn dat iedereen daaraan meegeholpen heeft. En het geweldige bedrag wat er ingezameld is, is echt wel een teken dat de Haagse Hoed Familiedag een groot succes is geweest en geleefd heeft onder het Staatskwartier. 35.465 euro en 67 cent. Yo! Ik sta hier met Jeannette van de Daniel den Hoed Stichting. Het geld wat is ingezameld tijdens de Haagse Hoed Familiedag komt ten bate van kankeronderzoek en gaat naar Daniel den Hoed in Rotterdam. Dat is het, puur voor wetenschappelijk onderzoek. Dus, en we zijn erg blij met het bedrag. Helemaal top. Goed gedaan, hebben we. Duinloop steunt altijd goede doelen en Daniel den Hoed is een uitermate goed doel. Ze doen goed onderzoek, veel onderzoek naar kanker, ook bij kinderen, en dat is natuurlijk heel belangrijk. En wij zijn daar altijd genegen om daar aan mee te doen en mee te werken. Duinloop is een van de twee marching bands in Scheveningen, zijn de oudste marching band van Scheveningen. We staan nu 68 jaar en we spelen optredens binnen en buitenland met populaire muziek en marsen.